Het was een snoeihard rapport en aftreden was de enige juiste keuze. Had wat mij betreft ook in de Tweede Kamer gemoeten. Het kabinet heeft dat gedaan. Hij heeft een reactie geschreven. Maar ik wil als eerst ingaan op de rol van de minister-president. Ik heb zelf aangedrongen op het aftreden van het kabinet en hoe belangrijk dat is. Omdat het namelijk ook een schuldbekentenis is. Ik sprak vanochtend nog met een van de ouders en die zei, fouten maken, dat kan. Ik geloof niet dat jullie heiligen zijn daar in Den Haag. Iedereen maakt fouten, maar geef ze alsjeblieft toe en herstel ze snel. En als er in deze zaak één ding niet is gebeurd, dan is het wel dat er transparantie is geweest over de fouten die er zijn gemaakt. De vragen van collega's hier gesteld, collega Omtzigt, Renske Leijten voorop, kwamen niet te antwoorden. En als dan de minister-president wordt gevraagd naar zijn verantwoordelijkheid en hij zegt, ja, ik ben wel verantwoordelijk, maar niet betrokken, dan zie ik daar verdorie de oldschool Rutte staan. Twee zinnen daarvoor zegt hij nog, het moet anders, we gaan het allemaal anders doen. We gaan transparanter communiceren. En vervolgens komt hij weer met een zin die alleen hij kan bedenken. Ik was verantwoordelijk, maar niet betrokken. Voorzitter, aftreden is niet symbolisch. Het is een schuldbekentenis. Het is voor ouders ook belangrijk en iedereen die getroffen is, om te zien dat politici het echt hebben gesnapt dat er iets mis is gegaan. We kregen een tijdlijn, het dossier van de minister-president. Met 1, 2, 3, 4, 5 pagina's met momenten waarop deze minister-president betrokken is geweest bij het dossier. Welke vergaderingen die heeft voorgezeten. Welke contacten er zijn geweest tussen zijn ministerie en de andere ministeries van Financiën en Sociale Zaken. Hij was wel degelijk betrokken. En het zou hem sieren als hij de fout van afgelopen vrijdag vandaag rechtzet. En niet wegduikt voor de verantwoordelijkheid, maar zegt, ik was er. Het was mijn verantwoordelijkheid. Het was mijn departement dat zei, we gaan niet alle gegevens aan de Tweede Kamer geven. En nogmaals, ik kom straks, ga ik in op de rol van de Tweede Kamer. Ga ik in ook op de rol van mijn partij. Maar het is niet dat er niet is gevraagd naar de problemen in deze zaken. Het is niet dat de Tweede Kamer hier niet heeft geïnformeerd wat er mis is. Er is informatie achtergehouden, tot op de dag van vandaag. En dat moet stoppen. Voorzitter, het is misgegaan in die uitvoering. Het is misgegaan in de informatievoorziening naar de Tweede Kamer. Maar het is ook een ideologie. Een ideologie dat we uiteindelijk burgers moeten wantrouwen. Een ideologie dat de verzorgingsstaat en de sociale zekerheid, iedere euro die we eraan uitgeven, er eentje te veel is. En ja, ook de rechtsstaat. Daar moet je op beknibbelen. Het is al vaker gezegd. Hoe de sociale advocatuur is beknibbeld. De toegang tot het recht is bemoeilijkt. Hoe de sociale zekerheid steeds sterker is geworden. Als jij gebruik maakt van een toeslag of in de bijstand zit, dan zal je wel kwaad in de zin hebben. En dan moet je extra worden gecontroleerd. En het cynische is dat die extra controle er zeker kwam als je een andere achternaam had dan Jansen. Het is een ideologie en ik vind dat een schuldbekentenis vandaag ook moet leiden tot een erkenning van wat deze minister-president Mark Rutte als minister-president de afgelopen 10 jaar heeft gedaan. Een systeem gebouwd, gebaseerd op wantrouwen. En als ik naar die overheid kijk, dan zie ik twee overheden. Een overheid voor de happy few en een overheid voor de rest van Nederland. Want heb jij veel geld, ben je zwartspaarder, zet je dat in Zwitserland op een rekening, dan komt er een inkeerregeling. Dan krijg je geen boete, dan word je vriendelijk verzocht om alsjeblieft je geld terug naar Nederland te brengen. Als ik zie dat we erachter komen dat directeur groot aandeelhouders niet 200 miljard verstopt vermogen hebben, 200 miljard, maar het dubbele, dan wordt er niet een jacht geopend naar de belastingconstructies om achter dat geld aan te gaan. Maar dat gebeurt wel als je een foutje hebt gemaakt bij de kinderopvangtoeslag. Het gebeurt wel bij mensen in de bijstand. Voorzitter, er zijn twee overheden ontstaan en dat moet stoppen. Mensen moeten met vertrouwen worden behandeld en benaderd. En een discriminerende overheid kan al zeker niet. Het is vrij cynisch dat collega Wilders het gewoon ontkent hier.
dat er is gekeken naar nationaliteit. Het is echt cynisch om te zeggen dat we toch maar naar groepen moeten kijken die oververtegenwoordigd zijn in de database. De heer Dijkhoff zei het al, gekscherend met een gek voorbeeld over Brabanders die carnaval vieren en de administratie op orde hebben. Ik vrees dat ik dan ook in een risicocategorie val. Maar je zou ook kunnen zeggen, welke fracties hier zijn er het vaakst met justitie in aanraking gekomen, de Kamerleden? Misschien moeten we dan die partijen in de risicoprofielen nog ietsjes duidelijker naar voren brengen. Want ja, daar zal wel iets mis zijn. Voorzitter, het laat zien wat er mis is. En ja, de reflectie die we vandaag met elkaar moeten tonen is belangrijk, maar laten we dan niet dat verwoorden tot dan moeten we niet handelen of de stappen zetten. Als we weten wat er verkeerd is, dan moeten we juist nu handelen. En we weten dat het verkeerd is als je zelflerende algoritmes hebt waar geen toezicht op is, waar geen register van is, waarvan we geen idee hebben wat precies de parameters zijn. Dan moet je daarmee stoppen totdat we weten wat je er wel mee kan doen. Zet ze stop. Want institutioneel racisme gaat door en die algoritmes spelen daarin een cruciale rol. Dat zie ik niet terug in de kabinetsreactie. Ik zie daar alleen terug alles wat al is voorgesteld, wat we al gingen doen. Stop met het gebruik van dit soort algoritmes. In ieder geval wil ik zeggen, totdat we er beter zicht op hebben en wat ze doen. Stop hiermee als het gaat over de sociale zekerheid. Want institutioneel racisme is als een vergif. En dat mag niet in onze overheid zitten. En ja, ook de Tweede Kamer heeft fouten gemaakt. We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor een onmogelijk toeslagensysteem. En er zijn die wetten doorheen gegaan met brede Kamermeerderheden, waar ook mijn fractie voor heeft gestemd. Wat fijn was aan het onderzoek wat is gedaan, en dat sluit aan bij wat de heer Onzicht zei. Als ik ga kijken naar hoe mijn fractie heeft gestemd en op welke momenten het juist hebben gedaan, soms ook ongelooflijk stomme dingen, dan is er ook een verband te zien met coalities. In 2012 stemden wij voor, dat heeft trouwens niks te maken nu met dit dossier, maar het heeft wel alles te maken met de aanpak in de sociale zekerheid. Stemden wij voor de fraudewet. Ik heb mijn inbreng teruggelezen. Ik ben eens teruggegaan, ook in mijn eigen aantekeningen. Hoe ging dat eigenlijk? Wat gebeurde daar? En als je mijn inbreng leest, dan is er maar één conclusie mogelijk. Je stemt daar tegen. En toen collega Karabulut mij daarna vroeg, zei ik, nee, maar we stemmen toch voor. En de simpele reden was, we hadden een afspraak in het lenteakkoord. En het lijkt wel alsof coalitieafspraken het denken doen stoppen. En iedereen die wel eens een afspraak heeft gemaakt, in wat voor akkoord dan ook, die weet dat dat wringt. En dat vraagt wel moed, zeker nu we gaan naar verkiezingen en naar een nieuw regeerakkoord. Hoe bouwen we dat straks op? Timmeren we het helemaal dicht? Timmeren we het zo ver dicht dat er eigenlijk geen ruimte meer is hier in de controlerende taak van de Kamer? Om er nog voor te zorgen dat we de fouten uit de uitvoering halen? Het zou mijn pleidooi zijn hier om ervoor te zorgen dat we een regeerakkoord maken wat we niet tot op de centimeter dicht regelen. Maar ruimte laten. Om te kijken hoe het in de uitvoering het beste kan gaan werken. Voorzitter, als het gaat over ons eigen handelen, dan moet er nog veel meer gebeuren. En onze collega's van de SP, daarvan weet ik dat ze een voorstel zullen indienen voor een parlementaire enquête. En ik denk dat dat goed is. En wij zullen dat voorstel dan ook steunen. Om nog verder te kijken ook naar wat de rol van de Kamer zelf is. En wat voor wijze wij hierin hebben geopereerd. In deze zaak, maar ook in al die andere. Maar ik blijf erbij, voorzitter. Dat deze zaak zoveel eerder afgerond had kunnen worden als er gewoon antwoord was gegeven op de Kamervragen die hier voortdurend zijn gesteld. En ik heb echt met verbazing de antwoorden gelezen op de vragen van de heer Onzicht. Iedere keer verwijzend terug naar antwoord 8. En je kan het afdoen als het zijn details, wat ook gebeurt in de beantwoording. Maar het is van het grootste belang om erachter te komen of het kabinet nu begrijpt waar de fouten werkelijk zitten. En ik kan maar één conclusie trekken, voorzitter. Als ik de kabinetsreactie lees, als ik de persconferentie van de minister-president vrijdag zag, dan concludeer ik dat Mark Rutte niet de essentie heeft begrepen van wat er mis is gegaan in dit toeslagenschandaal. Het gaat over een systeem van wantrouwen dat is opgebouwd. Het gaat over het geven van betere informatie aan de Tweede Kamer
En op beide punten wil ik graag dat de minister-president uitgebreid ingaat. Dank u wel. Dank.